sorry, aan mij zie je het niet af, maar het is vandaag dus warme truiendag. Zo'n 2 miljoen mensen in Nederland dragen daarom een extra dikke trui, zodat ze de verwarming een beetje lager kunnen zetten. En op basisschool De Plotter in Zutphen pakten niet alleen de kinderen zich extra goed in. De school kreeg ook een sjaal op. Alle klassen hebben meegeholpen aan de 365 meter lange das. Maar toen dachten wij dat de school nooit een jas aan heeft. Dus hebben wij met iedereen samen hebben een sjaal gebreid. En die hebben we toen om de school heen gehangen. Zodat de school ook het lekker warm krijgt. Zoiets. Hoe lang heb je daar al gedaan? Nou, het was maar dik vol aan dikke breipen. Dus ik denk een week of zo. Warme truiendag is ieder jaar. Het idee is dat de verwarming een graadje lager kan als mensen zich warmer aankleden. Als iedereen een heel jaar lang de verwarming 1 graad lager zou zetten, zou dat 7% energie schelen. Er wordt dan minder gas en kolen verbrand en dat is goed voor het milieu. Zo, dus tenminste lekker warm. Ja, ik moet zeggen, met dit weer en eigenlijk de hele winter is het toch elke dag gewoon weer om een lekkere warme trui aan te doen. Dus ja, die hele warme truiendag. Maar eigenlijk vind ik dat gewoon mensen daar elke dag aan moeten denken. Dat is gewoon, als je zelf iets warms aan hebt, gewoon al kleren, dan kan hoeft de verwarming ook niet per se heel hoog. Vandaag is de verwarming op school dus uitgezet. Maar zo te zien is het nog warm genoeg. Waar is je trui? Ja, die ligt nog bij mijn jas. Is het niet een beetje koud wat je aan hebt? Nee. Waar is je warme trui? Heb ik niet. Ze hebben natuurlijk wel allemaal, net als de school, een sjaal om. Die hebben ze gekregen van de organisatie van de warme truiendag. Maar dat is toch ook niet goed voor het klimaat om al die sjaals te laten maken? Het zijn vliesjaals en die zijn gemaakt van petflessen. Het is hergebruik. Dus het is helemaal goed. En lekker warm. Ja, ja, ja. Dus niet slecht voor het milieu. Nee, niet slecht voor het milieu. Nee, nee. De sjaal van de school wordt natuurlijk niet weggegooid. De leerlingen zijn bezig met het verzinnen van een milieuvriendelijke bestemming.